De aangekondigde aflevering van Boos over The Voice, deel 2, doet nu al veel stof opwaaien. John de Mol heeft met verbijstering gereageerd op de nieuwe anonieme beschuldigingen aan zijn adres. Hij weigert, in tegenstelling tot de eerste keer, een interview te geven. Jordi Versteeg, onze entertainmentverslaggever, die staat hier naast mij. Jordi, er is een tweede uitzending van Boos over The Voice. Ja. Weten we iets over wat de inhoud daarvan is? Nou ja, dat was gisteren bij de aankondiging van die uitzending nog een beetje vaag. Ja. We zagen een promo op het internet verschijnen dat Tim belde met Paul Reumer, de rechterhand van John de Mol, waarin hij vroeg om een tweede gesprek. Maar daar kapte de promo af. En vandaag is er een verklaring binnengekomen van Talpa namens John de Mol. En daarin wordt eigenlijk wel duidelijk waar die uitzending morgen over gaat. Ja. Namelijk over het feit dat er nieuwe informatie binnengekomen zou zijn. Ja. Die erop zou duiden dat John de Mol wel degelijk meer wist over verschillende situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice. Aha. En hij heeft natuurlijk opgebiecht destijds bij het interview dat hij van één zaak wist, namelijk die van Jeroen Rietbergen. Ja, en daar is dus een soort van bewijs voor geleverd. Ja. Dat staat ook in die verklaring van Talpa. Wat is dan het bewijs daarvoor? Het gaat om verschillende appjes die John de Mol heeft mogen inzien. En het gaat om één gesprek dat zou hebben plaatsgevonden tussen een medewerker van Talpa en een vertrouwenspersoon bij Talpa. Nou, dat gesprek is dus bij de redactie van Boos terechtgekomen. En via de redactie van Boos dan weer bij John. En John zegt, ja, dat gesprek is voor mij eigenlijk niet te volgen, want er zijn allerlei dingen weggebliept, omdat het is een transcript, hè? Het is geredigeerd, geloof ik. Ja, ja, weggeschrapt. En John zegt, op basis van dit gesprek zie ik geen concrete aanwijzingen dat dit verhaal van de redactie van Boos klopt. En wat zegt hij over die appjes, bijvoorbeeld? Nou ja, daarvan zegt hij, ook daarin zit geen concrete onderbouwing van dat ik meer heb moeten geweten. Hij blijft erbij, ik heb van één situatie geweten, die van Jeroen Rietbergen, en ik heb hem toen een officiële waarschuwing gegeven. Ja. Hij is niet de laan uitgestuurd, maar hij heeft wel te horen gekregen dat dit echt niet kon. En hij zegt, dat is het enige wat ik wist. Dus hij blijft eigenlijk bij die eerste verklaring tijdens dat interview in januari. Ja. En hij ziet het dan ook niet zo zitten om nog een keer aan te schuiven. Maar John de Mol is de topman van Talpa, een van de grootste tv-producenten van Nederland. En die vraagt je opnieuw voor een interview. Wij weten de kant van Boos niet, we weten alleen nu wat Talpa zegt. Als dit het is... Boos zou toch nog wel meer moeten hebben voordat je zo'n beschuldiging uit? Nou ja, ik neem aan dat John in ieder geval alle bewijzen heeft mogen inzien. En dat hij op basis daarvan dus zegt van, nou, ik wil niet aanschuiven bij jou nog een keer. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zie dat de frustratie er echt vanaf druipt. Ja. Dat hij er echt een beetje klaar mee is. Dat hij zoiets heeft van, de aandacht moet naar de slachtoffers gaan en het moet niet om mij draaien. Maar ik denk wel, we zijn nu, nou ja, wat is het, een half jaar verder. Ja. Ga er toch zitten. Pak dat moment om dan wat je nu in de verklaring hebt geschreven daar aan Tim te vertellen. Ja. Dat je zegt van ja, ik ga niet reageren op anonieme beschuldigers. Maar ik wil wel kwijt dat ik in het afgelopen half jaar echt wel de ruimte heb gepakt om een aantal dingen te verbeteren binnen mijn bedrijf. Ja. Dat was het perfecte podium geweest volgens mij. En ik vind het jammer dat hij die kans dan niet pakt. Nee, aan de andere kant, als dit de bewijsmiddelen die zijn geleverd. Ja. Het is daadwerkelijk vaag. Nogmaals, we weten maar alleen de kant van Talpa. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, ja, misschien heeft hij een punt. Aan de andere kant is het ook zo, als je niks te verbergen hebt. Ja. Waarom zou je er niet gaan zitten? Nou, misschien had hij wel moeten zeggen in het statement, en dat is allemaal achteraf gelul natuurlijk, maar had hij kunnen zeggen van ja, ik ga dit weer tot de bodem uitzoeken. Ik wil kijken wat hier gebeurd is. Ik ga de gesprekken meerdere keren terugluisteren en dan kom ik later met een nieuwe verklaring. Maar nu lijkt hij toch wel vrij snel te hebben gereageerd. Hè? Ja. Hij heeft op 8 augustus heeft hij te horen gekregen, wij willen jou nog een keer in de uitzending van Boos hebben. Nu al reageren. Misschien is het ook net wat te snel. Misschien had hij toch nog wat meer onderzoek moeten doen. Ja, nou, desalniettemin komt er geen Boos uitzending waar John de Mol in zit. Dat ligt nu al vast. Even terug naar deel 1 van Boos. Het OM zou het onderzoeken. Ja. ITV, de producent zelf, zou het onderzoeken door een eigen advocaat. Van Doornen. Door Van Doornen, een advocatenbureau. Weten we überhaupt hoe het daarmee staat? Ik heb vandaag alle partijen even gesproken. ITV zegt, nou ja, we blijven bij eerdere statements. Dus daar wordt niet zo heel veel duidelijk. En ook het OM zegt, we zijn nog steeds in onderzoek en we hebben daar op dit moment niet te veel aan toe te voegen. Dus ja, dit is allemaal afwachten. En ook het OM heeft al eerder gezegd, het gaat echt nog wel even duren voordat er duidelijkheid komt. Op dit moment onderzoeken ze of er überhaupt vervolgd gaat worden. En dat antwoord, dat volgt dus later pas. Donderdag, dan komt die uitzending van Boos. Dan weten we hopelijk meer in ieder geval over deel 2 van dit verhaal. Jordi Versteeg, dankjewel.